In onze studio is vandaag de gast Mieneke Schipper, een Amstelveense auteur met literair wetenschappelijk werk. Er zijn diverse boeken van jouw hand verschenen, onder andere Trouw nooit een vrouw met grote voeten. En in het begin was er niemand, maar vandaag gaan we het hebben over je nieuwe uitgave, Overal Adam en Eva. En dat doen we met de plaatjes erbij, want die staan ook in jouw boek, het zijn niet alleen verhalen. Het is een fantastisch mooi plaatje uit de 16e eeuw over Eva die twee handen vol appels heeft en er al één aan Adam kwijt is. Adam slikt die appel in en neemt een hap en de appel blijft in zijn keel steken, vandaar dat alle mensen, alle mannen, een Adamsappel nog steeds hebben. Eva daarentegen slikte de appel gulzig naar binnen. En meteen daarna begon zij te bloeden. Haar eerste menstruatie. Dat kun je allemaal op deze prachtige plaats zien. En bovendien, de slang heeft een vrouwenhoofd in deze boom. Dat was op een aantal schilderijen vroeger wel vaker het geval. En dat suggereert ook dat je toch wel met vrouwen een klein beetje moet uitkijken. Maar dat Adam en Eva zijn eigenlijk nog steeds heel erg populair. Ze worden heel vaak gebruikt voor kunstenaars, schilderschrijvers. Ja, je vindt Adam en Eva nog steeds als thema in de kunst. Schilders overal. Ik heb ze gevonden in Mexico, in China, in Indonesië, in Europa. Op allerlei plekken waar je toch niet zou vermoeden. In Kinshasa bijvoorbeeld ook, schilderijen. En op die manier zie je hoe dat verhaal overal is aangeslagen. Hoe mensen zich erdoor hebben laten inspireren. Maar je vindt ook saunaketens die Adam en Eva heten. Hotels die Adam en Eva heten. Erotica die je op het internet kunt bestellen. Die ook Adam en Eva heten, porselein, nou noem het maar op. Adam en Eva zijn kennelijk helemaal een hot issue, ook vandaag nog.